It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesso en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesso. En vandaag spelen we weer Call of Duty Black Ops 2. En we spelen op een van de kutste maps ooit, namelijk Aftermath. Maar nu ik dit opneem, ik voel me echt heel erg ziek. Ik denk dat je ook wel hoort aan mijn stem. Maar ik ben ook heel erg verkouden. Dus, mijn excuses daarvoor. En dat zou deze hele week hoor je mij zo. Ik neem al mijn videos achter elkaar op. Want voor mij is het nou best wel moeilijk om te praten. Want als ik mijn video heb opgenomen, moet ik even een rust van 5 minuten nemen. Om mijn stem weer even normaal te laten worden. Dan staat even de headglitcher daar. Ik ben bijna bij met A94. Voor degenen die dat nog niet hebben gezien. Met daarop een silencer adjustable stock. En de scoreschiet die natuurlijk wel gewend zijn van mij. De UAV, de stealth chopper en de orbital preset. Dus. Maar. Als wij deze video weer 40 likes kunnen halen. Zou ik dat super tof vinden. Dus laat alsjeblieft een blauw duimpje omhoog achter. Dan. Help je mij. Oh nee. 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 Ik ben dood. Wauw. Ik was echt scheef daar. Oh my god. Voor mij zit hij daar nog gewoon. Of niet? Ah, hij is al gekild. Door mijn teammates. Ik had hem daar gewoon moeten hebben. Sloeg nergens op. Kijk waar spannen. Ik ben echt. Ik ken letterlijk uit deze map de spawn systems echt niet gewoon. Dus het is voor mij ook gewoon echt gokken waar ze lopen. En een beetje op geluid spelen. Dat zou zo mooi dik aankomen. Even deze XP al pakken, wacht even. Die daar. Shot out. Hem zag ik lopen. Oh. Hem zag ik lopen, dus ik denk ja. Pak hem even op met een sniper kill. Oh, ik schoot ze mis. Leuke teammate. Kom daar, hij zit daar. Oh, hij let niet op zijn geluid. Althans, ik weet niet of hij net staat. Meestal als je een Astro hebt, dan hoor je ze gewoon, zelfs een Black Ops 2 hoor je ze lopen. Dat is natuurlijk super chill. En met een Triton kan dat ook nog. Maar het ligt echt aan welke versie je hebt. En dan denk ik de 720 plus of zoiets. In ieder geval die Rubens heeft, terwijl de Game Wolf. Die daar kan je ook nog prima voetstappen mee horen in dit spel namelijk. Zit er boven me. He's gone. Kom ik shock charge. Ja. Hij wist dus dat we kwamen. En pakte zijn secondary. Weet je, kijk, dat soort mensen, ik snap eigenlijk niet waarom die dan een sniper in hun handen hebben. Dus als je even kijkt, ik neem nou als voorbeeld bijvoorbeeld de dubsteps, dat is een quickscope clan. En hij ligt hier, what the fuck? Ik zat echt even te kijken of hij daar in het hoekje zat. Nee, dat zat hij niet. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar dubsteps en de face clan, hun switchen echt bijna nooit van wapen in hun feature, als je begrijpt wat ik bedoel. Dan heb je hier gewoon iemand die zit in een hoekje te campen. Die schrikt dan van iemand en dan pakt hij net zijn sniper er niet meer bij. Omdat hij dat dan net niet meer kan. En dan ben je de lul. Dat was hij, de jumper 009. He's gone. Maar hij pakte net zijn secondary erbij in ieder geval. Hij niet. Oh, net schoot ik mijn sniperkogel net mis. Oh, daar zit hij weer. Ah, kut. Echt. Ik heb al een paar deaths dit potje gehad die gewoon
eigenlijk wel te voorkomen waren, maar ik zelf dom ben geweest. Mijn teammate heeft hem. Hostile UAV above. En nu zat ook een UAV. Maar daar weten we wel raad mee. Het glitch. Ik heb hem. Hoho. Kill confirmed. Kuthoest. Ik vind letterlijk echt het ergste wat je kan hebben, verkoudheid. Ik heb dat nu, heel mijn neus zit vast. Maar ja, gewoon, het is gewoon fucking irritant. Je hebt dan meestal ook gelijk last van je keel en zo. Dus dat is fucked up. Kan ik je wel vertellen. Oké, even deze. Waar staat die blister? Hier is ze. Ik ben die blister kwijt. Verdween die nou, what the fuck? Oh my god, ik zat echt een lul ben ik. Ik zat gewoon naar die blister te zoeken. Maar hij kwam niet in mijn beeld te staan. Nou, lekker dan. Hij zit daar. Sniper down. Heb je hem, teammate? Hopelijk heb ik mijn team met hem. Ik denk het wel. Slechtste wat ik kan doen, vertrouwen mijn team, maar dat maakt niet uit. Oh my god, ik ben echt zo fucking slecht op dit moment. 16 om 6, we gaan dit wel winnen. Maar ik denk dat we dus 75 kills niet binnen 3 minuten halen. Dan zijn we precies 10 minuten bezig. Oh, ik heb geen sniper meer. Ah. Hij stond daar, dus mijn teammate kon hem niet zien. Maar ik wil hem dat ik doorliep. Hun hebben een UAV. Maar hij kijkt dus nu. Ik denk dat ze weer aan de andere kant spannen, want een saai potje is dit. Ook toch niet. Oh, ik heb hem. Echt een saai potje is dit. Ja, dat was een die potje die gaan fucking snel. Maar dit, goh, dat gaat zo langzaam. Ah, kut! En dan komen ze in mijn rug. Ah, ik heb wel een UAV nog. Ja, die 5 kills gaan we wel rennen binnen die 2,5 minuut. Check EMP. Maar staat er daar in AFK? Maar. Ja, hij staat AFK. Sorry, teammate. Oh. En we hebben gewonnen. Let's go. 27 is eindscore. Dit was echt één fucking langzaam potje. Maar we hebben nog gewonnen. Dus laat alsjeblieft een blauwe duimpje omhoog achter. Help mij enorm. 40 likes zou je mij heel erg blij mee maken. En dan. Ja, bedankt jullie voor het kijken naar deze video. En dan abonneer voor meer natuurlijk. En dan hoop ik jullie ook te gaan zien bij een van de volgende video's. Dus mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.